Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering herinnert vakbonden aan rechten en plichten. Dialoog met politievakbond is aspect van behoorlijk bestuur. Defensieminister Matura vraagt goede afweging van belangen. Nieuwe waarnemend directeur OGA brengt werkbezoek aan dependances Wanica. En OGA geeft start zijn aanpak parken en pleinen. De regering erkent volgens minister Albert Ramdien de rechten van vakbonden om acties te voeren. Echter worden zeker politieambtenaren en militairen herinnerd aan het toezien op de veiligheid van de samenleving. Minister Ramdien zegt dat de regering niet zal schromen om acties te ondernemen die deze veiligheid moeten garanderen. De bewindsman sprak tijdens een persconferentie op vrijdag 11 november, waarbij hij inging op de actuele situatie. Bij wijze van inleiding, we leven in een rechtsstaat, waar recht en wet onze leidende beginselen zijn. En dat is heel normaal in een democratie en in een land waar goed bestuur heerst. Dus dat is het uitgangspunt van de regering. De rechten van bonden om acties te voeren worden erkend. Dat staat in onze grondwet. Maar de grondwet schrijft ook voor hoe bepaalde diensten verzekerd moeten blijven. En dat in dit geval zeker gaat om politie en militairen. Dus vanuit dat optiek is dit een belangrijke aangelegenheid. Want de staat, de regering van Suriname, is verantwoordelijk voor de nationale veiligheid, voor het veiligheidsgevoel in de samenleving, naar de gemeenschap toe. Dat is de eerste en meest belangrijke verantwoordelijkheid. Niet het belang van een individu of een vakbond als zodanig. Nogmaals, we erkennen de rechten. Of de vakbonden op de juiste manier opereren, dat zal zo meteen besproken worden wat hun status is. Maar in ieder geval moeten we duidelijk zijn naar de gemeenschap toe, dat de regering erop zal toezien dat de veiligheid, dat de burgerveiligheid zeker gegarandeerd blijft. En dat als er acties ondernomen moeten worden om die garantie te bieden, dat de regering niet zal schromen dat wel te doen. We leven in een andere tijd. We weten welke consequenties er zijn geweest in het verleden wanneer recht en wet worden genegeerd. Dat zal niet toegestaan worden. Iedereen heeft het recht om zijn of haar recht te zoeken bij de rechtelijke macht, als er besluiten zijn genomen door de regering. In dit geval is dat ook het geval. Als de politiebond vindt dat de overwegingen die ertoe hebben geleid dat personen zijn ontslagen, dan hebben zij een structuur, een mechanisme in de democratie om dat aan de orde te stellen. Maar het kan nooit zo zijn dat een actie wordt ondernomen en dan het algemeen belang beschadigd of beperkt wordt. Het algemeen belang is hier dat de politie de veiligheid van de samenleving, de orde en veiligheid moet garanderen. En daar rekenen we op. Dat is ook het uitgangspunt van de regering. Uit hoofde van goed bestuur. Maar de regering had natuurlijk een hard standpunt kunnen innemen door te zeggen van nee, u kan niet, want er zijn verantwoordelijkheden ver buiten individuele belangen. Maar dat heeft de regering niet gedaan. De president heeft het gesprek aangegaan. Niet om te onderhandelen, niet om resoluties in te trekken. Dat is geenszins de bedoeling.
Er is om te luisteren naar de argumenten. En dat is goed bestuur. Maar het betekent nog niet dat de verantwoordelijkheid die politiekorps heeft en haar manschappen, al dan niet verenigd in een bond, die de verantwoordelijkheid heeft of geen verantwoordelijkheid heeft om voor die algemene veiligheid zorg te dragen en de ordehandhaving. En daar zal dus verder naar gekeken worden. Er is een duidelijke afspraak aangegeven dat de acties zijn opgeschort of zijn gestopt. Wij hopen dat het ook zo het geval zal zijn. En dat de zorg die zij hebben, de plicht die ze hebben, nagekomen wordt. De regering staat open voor dialoog met de politievakbond. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie noemt dit een aspect van behoorlijk bestuur. Tijdens een persconferentie op vrijdag 11 november is de bewindsman nader ingegaan op de acties van de Surinaamse politiebond en de daaropvolgende onderhandelingen met de regering. Hij zegt dat ondanks de acties 95% van het politiepersoneel zijn werk normaal heeft gedaan. We hebben gezien dat er onze veiligheidssituatie een lichte druk, wil ik zeggen. Er zijn bepaalde criminaliteitsvormen, modellen, modus operandi die worden toegepast, die mensen laten schrikken. We hebben de afgelopen dagen bijvoorbeeld hebben we gezien dat huisvrouwen bezig zijn kleren op te hangen en dat ze op die manier daarbij aangevallen worden. En trots dit hebben we gezien dat recruten die straks eigenlijk deze man nog moeten afzwaaien, zeker 280 politieambtenaren die we erbij moeten krijgen, dat ze uit de opleiding zijn gehaald. Dit soort zaken gaan we niet tolereren. En het is duidelijk gemaakt aan de Surinaamse politiebond, recruten zijn geen leden, zijn geen lid van de Surinaamse politiebond. En dat is sinds september kenbaar gemaakt aan de Surinaamse politiebond. Trots dit is er gepoogd om de recruten in te zetten voor hun acties. En dit is gecorrigeerd. En ten aanzien van de acties zelf, we hebben niet stilgezeten. Er is een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Surinaamse politiebond. En het kort geding is nog pending. Het staat nog recht overeind. We hebben gezien bijvoorbeeld dat er gisteren lang is vergaderd met de Surinaamse politiebond. Omdat het actiemodel van beraad, u moet werken. Toch, de rector moet ons uitleggen wat beraad inhoudt. En daarom staat het kort geding nog overeind om beslecht te worden. Dus wanneer we zien dat er weer, kunnen zeggen van er worden weer acties gevoerd, mensen worden weer opgeroepen om acties te ondernemen, om afdelingen te verlaten, dan zal het mechanisme weer in werking gezet om om de rechtszaak af te doen. We hebben collega Ramdin ook gehoord. Ten aanzien van het beraad, ten aanzien van het dialoog dat gevoerd is met de Surinaamse politiebond. Dat is inderdaad een stukje behoorlijk bestuur. We zijn niet gesloten, we zijn open. We houden geen informatie voor onszelf. En dat is ook gedaan. Praten, informatie verstrekken. Zodat een bond die opkomt voor haar leden ook geïnformeerd is. Dat datgene wat we hebben gedaan, de maatregelen, de maatregel van ontslag, die is toegepast op twee politiefunctionarissen. Het is richtig gegaan, het is volgens de regels gegaan. Het politieapparaat, het wettelijk mechanisme is het politiehandvest. En aan de hand van de regels van het politiehandvest worden er maatregelen getroffen. Het is niet de eerste keer
Het zal ook niet de laatste keer zijn dat politieambtenaren zijn ontslagen. En de rechtsmiddelen staan open die ze moeten toepassen. Defensieminister Krishna Kumari Mathura vraagt een goede afweging van belangen bij het voeren van acties door gewapende machten. Ze benadrukt dat deze groepen een extra verantwoordelijkheid hebben in de samenleving. Hierbij geniet de veiligheid binnen de samenleving prioriteit. De bewindsvrouw is tijdens een persconferentie op vrijdag 11 november breedvoerig ingegaan op het overleg tussen het ministerie van Defensie en de vereniging Rechtspositie Militairen. Wij brengen u het volgende fragment. Ten aanzien van de VRM gaan we ook, we zijn bezig een kort geding voor te bereiden. En we gaan ook naar de rechter om te vragen dat de rechter hun verbiedt om deze handelingen te plegen. Een opmerking die ik wil maken, maar ik wil ook dit opmerken dat wij verwachten dat mensen die leidinggevende functies hebben, ook bij de VRM, dat ze een goede afweging maken van belangen. Omdat juist gewapende machten een extra verantwoordelijkheid hebben in die samenleving. En dat in die afweging van belangen het groter belang voorgaat. En dat is eigenlijk de veiligheid in die samenleving. De bescherming van mensen, dat is prioriteit voor ons. En dat verwachten we ook. In deze case zien we dat dit niet is gebeurd en dat men voorbij gaat aan eigenlijk het groter belang. En dat is die veiligheid en die bescherming in die samenleving. Dus het is jammer, we betreuren, we roepen op dat ze wijsheid gebruiken, dat ze het pad van confrontatie en provocatie verlaten en toch weer aan tafel zitten om problemen op te lossen. Ik moet zeggen dat de eis die VRM heeft van 150% salarisverhoging, laat me dit zeggen, de hele Surinaamse samenleving is getroffen door de financiële crisis. Het zijn niet alleen de militairen. Iedereen in die samenleving is getroffen. En wij moeten met z'n allen hieruit. En we doen ons best om hieruit te komen. En ik denk dat het niet goed is dat als je vraagt, dat je meteen ook na 2 dagen in actie gaat. Minimaal wordt verwacht dat je de werkgever voldoende ruimte geeft om de voorstellen te bestuderen en daarop antwoord te formuleren. En ook aan tafel te zitten en te communiceren. Dat is in dit geval niet gebeurd. Dat is jammer. Dat is heel jammer. En ja, wij, nogmaals, wij gaan dit niet accepteren. We hebben er als samenleving geen belang, en zeker als Defensie, geen belang in dat op deze manier omgegaan wordt met leden van een gewapende eenheid, mensen die wapendragers zijn, mensen die in uniform zijn, mensen die gehouden zijn aan wettelijke regelingen. Want het recht van verenigen is verankerd in de wet, maar er zijn ook richtlijnen in de wet op het Nationaal Leger en wet rechtspositie militairen met betrekking tot het gedrag van militairen. Van wat mogen ze wel en wat mogen ze niet. Staken is verboden. Ja. Deelnemen aan protestdemonstraties is ook verboden. En wat we zien is een regelrechte confrontatie dat aangezet wordt om wettelijke regelingen te overtreden. En dat kunnen we niet hebben. Want vandaag is het VRM. Morgen gaan er andere wettelijke regelingen overtreden worden. En dat kunnen we niet hebben. En als er knelpunten zijn, vinden wij van Defensie, wat we niet ontkennen dat er knelpunten zijn in het leger, want er is heel veel achterstand ook. Als er knelpunten zijn, dan verwachten we van partners, werknemers, organisaties, verenigingen, dat ze verantwoordelijkheid nemen. Dat ze de knelpunten identificeren. En dat we samen zoeken naar oplossingen voor die knelpunten. Maar dat ze niet abrupt in actie gaan en mensen oproepen en aanzetten om regels in het Nationaal Leger te overtreden. Dus dat is wat ik wil toevoegen. In de afgelopen laatste punt, dan ga ik besluiten. Laatste punt. We merken dat de samenleving ongerust is. Dat er onzekerheid is. En we merken het aan appjes die we ontvangen, et cetera. Vragen, opmerkingen die gestuurd worden naar ons. Maar laat me de samenleving geruststellen.
Dat we sedert gisteren begonnen zijn met meer voertuigen in te zetten voor de surveillance. Dat we extra zichtbaarheid hebben georganiseerd. En dat we alles in het werk stellen om veiligheid te garanderen. Om meer veiligheid te creëren voor die samenleving. En daar is er goed overleg tussen de leiding van het Nationaal Leger en de leiding van het Korps Politie Suriname. In het kader van nieuwe beleidsinzichten is waarnemend directeur Inder Singh Gangabisun Singh van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van start gegaan met het afleggen van werkbezoeken bij de dependances van OGA. Saramaka is reeds aangedaan en op vrijdag 11 november werden de dependances van Wanica bezocht. Er werd ook een werkbezoek gebracht aan het districtscommissariaat te Wanica Zuidoost. Tijdens dit bezoek zijn er afspraken gemaakt om de bestaande samenwerking tussen het commissariaat en OGA te optimaliseren en intensiveren. De waarnemend directeur werd tijdens dit bezoek vergezeld door een delegatie van OGA bestaande uit onderdirecteuren, beleidsadviseurs en enkele afdelingshoofden. Het personeel van het OGA-kantoor, De Nieuwe Grond, sprak een woord van dank uit aan de directie, die het dankzij haar bemiddeling mogelijk heeft gemaakt dat de dependance binnenkort in haar eigen gebouw op Lelydorp gehuisvest zal worden. Waarnemend directeur Gangabisun Singh belichtte het nieuw te volgen beleid en gaf ook aan dat de werkzaamheden van OGA naar de samenleving toe meer in beeld gebracht zullen worden. Dit geldt ook voor de werkzaamheden die worden verricht in de districten. Het beleid van de directie is om elk persoon efficiënt in te zetten en de werkzaamheden die niet door OGA uitgevoerd kunnen worden, uit te besteden aan aannemers. Verder zullen groenvoorziening en stadsverfraaiing landelijk sterk worden aangepakt. De pleinen aan de Gladiolenstraat op Zorg en Hoop verkeren al geruime tijd in een vervallen staat. Districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost heeft een beroep gedaan op het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken om te helpen met het schoonmaken van de pleinen. Op vrijdag 11 november werd er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Waarnemend directeur Inder Singh Gangabisun Singh van Openbaar Groen en Afvalbeheer OGA zegt dat het gebied rond de Gladiolenstraat een kinderrijk gebied is. Daarom is het belangrijk dat de overwoekerde pleinen en vooral de bermen schoongemaakt worden. OGA zal een integrale aanpak doen waarbij de groenvoorziening van de pleinen ook aangepakt zal worden. Er zal zoveel als mogelijk in eigen beheer gewerkt worden en waar nodig zal de burgervader gevraagd worden in te komen. De samenwerkingsovereenkomst met de verenigingen die het beheer hebben over de pleinen zal opnieuw bekeken worden en waar nodig worden aangepast, zodat onderhoud een blijvend karakter heeft. De waarnemend directeur doet een beroep op de gemeenschap die gebruik maakt van de pleinen om een handje mee te helpen bij het onderhoud. Aan de verenigingen die de verantwoordelijkheid hebben genomen om de pleinen te onderhouden, vraagt Gangabisun Singh dat zij hun plicht nakomen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.